De heer Van Helfert. Ja, voorzitter, dank u wel. Dan hoorde mijn vraag eigenlijk toch beter nog in het vorige kopje. En ik stel hem dus nu dan toch ook maar. Want we hadden het ook over wat is nieuw en wat gaat deze minister nieuw doen. En een van de nieuwe dingen die ook in het regeerakkoord staat, die ook echt de vorige keer niet werden genoemd, zijn de voorbeelden die worden genoemd als het gaat om artikel 18, de vrijheid van gedachten, geweten en geloof. En dat zijn de voorbeelden die in het regeerakkoord aan die staan op de hoofdtafel zijn neergezet. En er staan ook christenen bij. En het CDA is heel blij dat christenen daarbij staan genoemd, omdat dat eigenlijk ook de grootste groep is van mensen op deze aarde die op dit moment vervolgd worden omwille van hun geloof. Dus dat is eigenlijk echt een nieuw element, dat dat heel duidelijk genoemd wordt. En misschien kan de minister wel kort nog even aangeven hoe hij dat gaat invullen. Het staat zeker genoemd in het regeerakkoord. Overigens, in die zin, eer wie eer toekomt, de heer Van der Staaij en de heer Voordewind hebben de afgelopen jaren, eigenlijk elk jaar, bij amendement voor ook deze groep gezorgd dat er geld in het Mensenrechtenfonds beschikbaar is. We hebben het alleen nu al op voorhand ook in het regeerakkoord opgeschreven, dat is goed. En daar gaan we ook invulling aan geven. Maar het is nieuw in het regeerakkoord, maar het is niet nieuw beleid, want we doen het al op voorhand van een aantal partijen hier de afgelopen jaren. En dat gaan we zeker blijven doen. Dit zijn groepen die in het nauw zitten. Maar in interruptie, die debatje wat de heer Van Helfert gisteren ook met mevrouw Ploemen had, heb ik ook goed geregistreerd dat er een brede wens in de Kamer ook bij het CDA is. Om uiteindelijk gaat het om godsdienstvrijheid in brede zin. Gaan we dus ook niet godsdienstvrijheid enger zin alleen christenen van maken. Christen is een groep die echt in het nauw zit in delen van de wereld. Dus daar gaan we goed aandacht aan besteden. Moet ook gebeuren. De heer Van der Staaij al eens horen zeggen, dat snapte ik wel, van ja, die kijken naar Europa, van wat doen jullie voor ons? Want in sommige andere delen van de wereld is er wat minder aandacht voor. En dan doen wij niet alleen voor hen wat, maar voor iedereen. Dus mogen we een beetje ook de christenen in de gaten houden. Nou, zo zie ik dat ook. Daar moeten we voor opkomen. Maar het Nederlands, universele rechten van de mensen, hebben we het al een hele tijd over gehad, die is ook echt universeel. Dus als de Rohingya's, wat ik vorige week al zei, in de problemen zijn, die gaan we ook helpen. Heer Van Helfert. Absoluut, voorzitter. En dat is ook heel goed. En we willen ook graag zoveel mogelijk mensen helpen. En daarom is het juist goed dat we ook die grootste groep van christenen benoemen. Want dan kun je ook echt direct de meeste mensen helpen. En daar waar 600.000 Rohingya gevlucht zijn en gediscrimineerd werden en bedreigd werden en gedood werden, zitten in datzelfde land ook 3,5 miljoen christenen. Dus het is heel goed dat we iedereen dan ook daarbij oppakken. Waar ik wel, en daarom benoem ik het ook zo specifiek, omdat ik, voorzitter, vind dat in de afgelopen jaren juist die grootste groep niet of nauwelijks genoemd is. En het lijkt wel een beetje de negatieve vorm van de wet, is er een positieve, de wet van de remmende voorsprong. Ze zijn zo'n grote groep dat je eigenlijk moet verontschuldigen, dat je het moet noemen dat christenen ook vervolgd worden. En meteen zie je dan ook mensen opspringen, en dat mag ook, want die vinden we ook belangrijk. Die zeggen, ja maar LHTB'ers dan, en de Rohingya dan, en die zijn even belangrijk. Maar andersom zie je dat eigenlijk niet gebeuren. Als iemand zegt, ik pleit voor LHTB, dan zegt iedereen, goed zo, en dat is ook goed. Maar daarom wil ik juist ook die grootste groep benoemen, omdat in die grootste groep ook een heleboel van die anderen zitten. En dat is andersom niet altijd het geval. En daarom een specifieke vraag, voorzitter, als ik komend jaar weer naar de Verenigde Naties ga, in New York, naar de Nederlandse vertegenwoordiging daar, en we krijgen een rondleiding, echt een fantastische rondleiding. Dan spreken wij met vrouwen die in moeilijke situaties zitten. En vertegenwoordigers van die vrouwen. Dan spreken wij met lesbisch en vertegenwoordigers ervan. En met homo's ervan. Zien wij de volgende keer, omdat het nu duidelijk in het regeerakkoord staat, ook een vertegenwoordiger dan van christenen die in het nauw zitten, die ons daarbij praten wat de Nederlandse inzet is bij de Verenigde Naties? De minister. Ja, voorzitter, als op dat moment zo'n project loopt, zeker. Maar dat is overigens niet een doel dat als Nederlanders bij de Verenigde Naties op bezoek komen, Nederlandse parlementsleden, dat er dan toevallig een vertegenwoordiger van een christelijke groepering moet zijn die hun vertelt wat onze inzet is. Voor ons van belang, zoals de afgelopen jaren ook op instigatie van de SGP en de ChristenUnie is gebeurd, en ook CDA, laat ik dat niet vergeten, dat blijven we ook de komende jaren doen. Het is goed dat het benoemd is. Groep in de problemen, lopen we niet voor weg. Ik herken wel een beetje wat u zegt. Hè. We moeten oppassen dat die groep, omdat die zo groot is, dan, ja, het is een grote groep, dus hoeven we niet over te hebben. Nee, moeten we ook gewoon over hebben. Maar uiteindelijk, ik sta voor het gehele beleid. En het beleid is in brede zin. En ik heb, zeg ik in alle oprechtheid, maandenlang hiervoor in een situatie gezeten dat als één groep werd genoemd, dat er spontaan een andere groep tegenover kwam. En dat zie je ook wel terug in het regeerakkoord, heb ik de indruk.